Exposition über frauliche Identität. Ich dachte, ich setze eben auf ein Reitchen für Juli. Okay. Hele natürliche Haudi. Ja. Vroeger wurde postmoderne, als het Leben noch overzichtelijk, toen hadden Frauen hun Platz. En er waren dus wat Archetypes voor Frauen mogelijk. Namelijk bijvoorbeeld de maagd en de moeder en de hoer en de oude spinster of zo. Dat is al lang niet meer het geval en het veld ligt nu open en vrouwen mogen zelf bepalen hoe ze willen leven. En dat is een hele grote winst aan vrijheid. Maar het nadeel van vrijheid is dat je ook zeg maar dat alle zekerheden weg zijn. Dus eigenlijk hebben wij hier gekeken, aan de kunstenaars gevraagd van zoek eens hoe jij je daarbij voelt, wat jouw gedachten, ideeën daarbij zijn bij die zoektocht naar nieuwe zekerheden of hoe het met je is als die vrijheid er is. Ja. Dit jaar hebben we het thema tijd gekozen en sommige mensen hebben daar gebruik van gemaakt om bijvoorbeeld een moment te kiezen of juist over het verleden na te denken. Dat heeft iedereen zelf ingevuld. En andere thema's die jullie zien zijn kracht en kwetsbaarheid. En ook ouder worden het uiterlijk, omdat dat ook nog steeds een groot thema is voor vrouwen of in de maatschappij. Precies, dus veel plezier bij de opening. Oh ja, en nu gingen we met handeling. Juist, een handeling doen. Ga je een stukje rappen met u? Bij deze is de expositie officieel geopend.